Geschokte reacties op moordplan Sinterklaas. Sinterklaas moest dood. Het is de schokkende opening van de Telegraaf vanmorgen. In het hele land wordt met verbijstering gereageerd op het nieuws. En bij mij in de studio verslaggever Albert-Jan Zwart. Albert-Jan, welkom. Laten we eerst even kijken naar de tekst waar het over gaat. Het bericht waar dit allemaal op gebaseerd is, kunnen we wel zeggen. Het gaat om dit bericht dat eind oktober op Facebook wordt gezet. Er zit niks anders op. We moeten een prijs op het hoofd van Sinterklaas zetten. Een dubbele prijs als het tijdens de nationale intocht is, zodat alle kinderen getuigen ervan zijn, zelfs massaal onder zijn hersenen en botsplinters bedekt zitten. Met andere woorden, zonder twijfel mors dood. Zo kan de NPO geen onzinverhaaltje ophangen met een nieuwe Sinterklaas en zijn we voorgoed van het feestje af. En van die irritante flodderacteur die Sinterklaas speelt. Ja, Albert, dit is tekst afkomstig van Albert-Jan. Michael van Zet, wie is dat? Hij is eigenlijk de leider, zou je kunnen zeggen, van een actiegroep die heet de Grauwe Eeuw. Ja. De Grauwe Eeuw is een woordspeling, verwijst natuurlijk naar de Gouden Eeuw. En deze groep heeft eerder ook geprotesteerd tegen bijvoorbeeld het naam van de Koentunnel. En ze richten nu het vizier op straatnamen die verwijzen naar de Gouden Eeuw. Of naar de koloniale tijden van daarna in Indonesië bijvoorbeeld. Ja, en als ik het goed begrijp, dan oefenen ze druk uit op gemeentes als een soort van gesprekspartner. Ja. Waar naamplaatsen nog verwijzen naar de Gouden Eeuw, dat dat dan aangepast moet worden. Ja, ze hebben bijvoorbeeld naar Rijkswaterstaat een brief gestuurd vorig jaar, waarin ze schreven, de Koentunnel moet een andere naam krijgen. Als dat niet gebeurt, dan zullen er acties volgen. En die acties kunnen ook gericht zijn tegen uw persoon. En daarmee bedoelden ze dan de directeur-generaal van Rijkswaterstaat. Ja. Dat doen ze ook bij gemeenten, dus ze sturen een brief. En als de gemeente dan niet meteen akkoord gaat, of niet in gesprek gaat meteen, dan wordt die brief een persbericht. Dat wordt dan opgepikt door de media. En dan ontstaat daar discussie over. Ja. Op die manier hebben ze zichzelf bij de gemeente Utrecht naar binnen gepraat. Die heeft een commissie opgezet om al die besmette straatnamen tegen het licht te houden. Maar dat was natuurlijk voorbij nadat die Michael van Zet dit bericht op Facebook had geplaatst. Toen heeft de wethouder gezegd, hier wil ik niks meer mee te maken hebben. Er is natuurlijk heel veel gedoe geweest rond de optocht. Ook over het tegenhouden van actievoerders. Ja. Maar dat is de actiegroep Kick Out Zwarte Piet. Maar ja. Wat is daar nog een soort van relatie mee? Of is dit een totaal andere groep? Nee. Wat heel opvallend is aan de Grauwe Eeuw is dat enkele leden schijnen voort te komen uit de kraakbeweging. Maar leden van die groep worden niet meer geaccepteerd in het krakersmilieu. Ja. En ze worden dus ook niet geaccepteerd door andere groepen, zoals Kick Out Zwarte Piet. Nee, die groepen zijn het niet met elkaar eens. Waarschijnlijk omdat deze groep zo radicaal is. De Grauwe Eeuw dus. Een geradicaliseerde groep die het met bedreigingen probeert te bewerkstelligen, kunnen we wel zeggen. Ja. Daar zijn ook reacties van op straat en daar kunnen ze het nieuws ook nauwelijks geloven. Ik vind het schandalig. Ik vind het heel erg. Dan moeten ze echt veel harder aanpakken. Daar is gewoon geen woorden voor. Dat zijn voor mij geen mensen, maar dat zijn voor mij beesten. Het gaat wel heel erg ver. Het slaat ergens op eigenlijk. Als u dat hoort, een aanslag op Sinterklaas, wat denkt u dan? Dat vind ik dus echt helemaal te gek. En ik vind ook dat ze dat kinderfeest met rust moeten laten. Wat moet er met zo'n man gebeuren die dit oproept? Levenslang. Echt levenslang. En dan nog een straf erbovenop. Als je zo'n mentaliteit hebt, dan ben je echt niet goed. Dat kan gewoon niet. Er moet echt wel wat meer aan te pas gaan komen dan alleen maar een zelfstraf of dat soort dingen. En daarom zeg ik ook, ze moeten veel en veel harder aanpakken. En de controle moet veel beter, nog beter worden. Ja, Albert-Jan, dit is natuurlijk een bron van onderzoek. Hier wordt onderzoek naar gedaan. Hoe staat het daar nu mee? De zaak ligt nog bij de politie, die is nog bezig met het onderzoek. Maar het OM neemt de zaak wel heel serieus. Het OM spreekt van een schokkende zaak. En om die reden hebben ze al een officier van justitie op de zaak gezet. Maar die Michael van Zet, die zit verder niet vast? Nee, kennelijk wordt het acute gevaar niet zo groot geacht dat hij moet vastzitten. En de groep, inclusief van Zet, vermoed ik, wordt natuurlijk ook al in de gaten gehouden door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Ja. De NTR, die organiseert het Sinterklaasfeest. En je hebt natuurlijk de acteur Stefan de Wallen, mag ik dat eigenlijk wel zeggen, die Sinterklaas speelt. Als er geen kinderen kijken. Nee, als er geen kinderen kijken. Hoe zijn er van hen reacties?
Ik heb contact gehad met zijn management, maar dat liet weten niet te willen reageren. Net als de NTR trouwens, dat de intocht organiseert. En er zijn inmiddels ook reacties van de politiek. Onder andere Klaas Dijkhoff heeft getwitterd. Man, wat een treurnis. Wat ben je voor mensen als je een ander wil doden voor je mening? Laten we in ons mooie land minder hysterisch schreeuwen en altijd relativeren als we discussiëren. En sterkte Sint-Stefan. En er is nog een reactie van PVV'er Marcus Sauer. Die wil een debat ook zelfs in de Kamer. Dat heeft hij zojuist aangevraagd met de minister van Justitie en Veiligheid. En het gaat even afwachten worden of dat debat ook gaat komen. Albert-Jan, bedankt voor je commentaar. En tot zover deze aflevering van Telegraaf vandaag.